Goedendag. De afgelopen dagen is het over het algemeen grijs weer geweest, laaghangende bewolking, nevel en mist. Donderdag gaat er net even wat anders uitzien, maar daarna. Komt waarschijnlijk dat grijze weer toch weer terug? Laten we maar eens even gaan kijken naar de wat langere termijn. Achter mij staat de kaart van het 850 hectopaxal vlak. Dan moet u denken aan een hoogte van zo'n 1500 meter. En de temperaturen op dat niveau ja, die hebben invloed natuurlijk over op de wolken. En met name ook op de neerslag die er kan gaan vallen, de neerslagsoort. En we zien eigenlijk dat de komende tijd die temperaturen dusdanig zijn op dat niveau. Dat we van winterse neerslag niet kunnen gaan spreken. Zeer koud is het, in ieder geval in het oosten van Europa, tot en met Griekenland en Turkije aan toe. Daar is het wel koud. We zien ook wel wat koud hier tussen IJsland en Noorwegen in. En die kou die komt tijdelijk even wat dichterbij. zien we hier mooi gebeuren. Donderdag overdag wat lagere temperaturen op dat niveau. En dat betekent ook dat we morgen best wel een wintersbuitje kunnen krijgen. Misschien met natte sneeuw en hagel. Maar of dat in heel het land gaat vallen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Met name in het noordoosten. En oosten is die kans het grootste. Dat daar morgen een wintersbuitje gaat vallen. En het zullen er ook niet veel zijn. Het weerbeeld van morgen ziet er helemaal niet zo verkeerd uit. Want er zijn ook flinke zonnige perioden tussen die stapelwolken in en op veel plaatsen blijft het misschien wel gewoon heel de dag droog. Als ik de animatie verder aanzet, dan zien we ook dat die kou eigenlijk weer gaat verdwijnen, want vanuit het westen komt er weer zachtere lucht onze kant op, merken we vooral in het weekende. Een hoge drukgebied komt dan ook weer dichterbij. Dat betekent dat die buienactiviteit gaat verdwijnen en dat we weer dat hele rustige weer gaan krijgen en dat ook de kans op nevel en mist weer gaat toenemen. Animatie loopt inmiddels mooi door. We zijn aangekomen op de woensdag zien we nog steeds die kou in het oosten van Europa. In Griekenland ook kans op sneeuw. Zeker ook in de bergen. Het is wel iets om in de gaten te houden als u die kant op mocht gaan. Maar bij ons, ja, dan houden we toch overwegend die westelijke stroming. En dat betekent dat de kans op kou in onze omgeving gewoon heel klein is. En echte winterliefhebbers die echt op die kou zitten te wachten met dat mooie stralende weer, ja, dat zit er voorlopig niet in. En winterliefhebbers die op sneeuw zitten te wachten. ook dat zit er voorlopig gewoon niet in. En dat heeft alles te maken met de positie van dat hoge drukgebied. Dat is ongunstig. Dat ligt woensdag boven de Oceaan en daar blijft het dan ook wel eventjes liggen. Maar dat trekt langzaam maar zeker weer terug richting Frankrijk. En dat betekent dat wij nog gewoon die westelijke stroming erin houden. En vanuit het westen, ja, daar kunnen we gewoon voor zeggen: daar komt geen kou vandaan. Dan moet hij toch echt wat meer naar het noorden toe of nog liever naar het noordoosten. Maar dat is niet aan de orde. Ik zet de animatie even aan. Dan zien we in ieder geval voor de donderdag die buienactiviteit die even mogelijk is. Maar omdat dat hoge drukgebied zich langzaam en zeker weer gaat terugtrekken. zal het weekeinde toch wel weer droog gaan verlopen. En dat hoge drukgebied, ik had de kern voor woensdag daar neergelegd. Nou, we zien al, het schuift nu langzaam en zeker op. Als ik de animatie nog even pauzeer op maandagnacht. dan zien we de kern van het hoge drukgebied zelfs boven Nederland liggen. Nou. Dat betekent dan toch over het algemeen dat dit weer typisch zo'n nacht is, dat er veel laaghangende bewolking kan ontstaan, dat er nevel en mist kan ontstaan. Dat geldt eigenlijk ook al voor de zondag hoor, want het hoog is gewoon heel dominant. We zitten ook precies in een rugas, zoals we dat noemen. Dit is ook een kern van het hoge drukgebied. En die rugas die ligt dan precies hier en daar staat nauwelijks wind in in zo'n gebied. En dat betekent dat dat vocht nauwelijks verplaatst en dus blijft die kans op nevel en mist groot. Zet de animatie nog even verder aan. Ook begin volgende week nog steeds dat hoge drukgebied met die westelijke voorkeur. En die westelijke voorkeur voert dan over het algemeen toch wat zachtere lucht aan. Temperaturen zullen dus ook hoog blijven. En de kans op vorst in de nachten is ook niet al te groot, omdat er veel bewolking vaak aanwezig is. Vanaf woensdag iets meer naar het zuiden, dat hoge drukgebied. Dan komt die westelijke stroming nog wat dichterbij. Maar krijgen we ook misschien wel weer wat meer invloed van storingen die vanuit het noordwesten binnen kunnen schuiven. Misschien dan weer wat regen. En als het ook in de bovenlucht wat kouder gaat worden, een klein beetje natte sneeuw. Ik sluit dat niet uit, maar die kans is niet al te groot de temperatuurpluim die laat nou geen rechte lijn zien, maar die lijn die die laat zien die is toch wel vrij strak hoor en dat is allemaal zo'n beetje tussen die 5 en die 7 graden. Dit is de 0 graden lijn die teken ik hier even. En dan zien we hier misschien later volgende week kans op nachtvorst die kans is niet al te groot. Overigens in de nacht... van donderdag op vrijdag, dat laat deze pluim niet zien... maar hou ik er wel rekening mee, dat in het binnenland... misschien ook nog wel tot een graadje... fors kan komen. Nou, met deze temperaturen... kunt u zich voorstellen dat de kans op... ijsdagen natuurlijk niet heel is, want dan heb je ook... temperaturen overdag... onder het vriespunt nodig, dat is niet aan de orde. Het kan misschien af en toe een beetje... licht gaan vriezen, en als we dan naar winterse... neerslag gaan kijken, nou, dan zien we voor donderdag... die kans op die winterse bui, die zitten dan wel in. En aan het eind van de periode... zien we ook weer een signaaltje voor wat... Sneeuw, nou het zou kunnen, het is nog ver weg, we moeten dat maar afwachten. Het weerbeeld voor morgen dan, want dat is eigenlijk wel even een uitschieter. Morgen flinke zonnige periode, mooie stapelwolken die voorbij schuiven en ook een aantal buien. In het noordoosten met name kans ook op wat winterse neerslag, misschien ook nog wel in Limburg. In het westen als er een bui valt, is dat een regenbui. Het zuidwesten maakt de meeste kans op hele dag droog weer. Wel, een frisse wind uit het Noordwesten, een stevige wind ook. En de thermometer die geeft een temperatuur aan rond de 5 graden. Maar voor het gevoel zal het echt wel wat kouder zijn. En dan pakken we deze er ook nog eventjes bij. Want vanaf vrijdag krijgt bewolking echt wel weer de overhand. In het weekeinde, begin volgende week. Veel bewolking, nauwelijks zon en temperaturen. Gewoon te hoog voor de tijd van het jaar, rond de 7 graden. In de nachten ook boven het vriespunt. Nog een fijne dag.